Een reuze Toblerone op een feestje. Een karamel van elk formaat in de keuken. Onze nieuwe video heeft snoep voor elke situatie. Stormwolken pakken zich samen aan de hemel. Maar Cindy kan altijd plezier hebben. Ongeacht het weer. Dolly is niet blij met deze voorspelling. Ze kan helemaal niet tegen regen. En haar paraplu is ook nog kapot. Dolly is zelfs niet blij als haar vriendin haar een regenboog na de regen belooft. Om haar vriendin weer op te vrolijken haalt Cindy een paar regenboogsnoepjes tevoorschijn. Verdeel de Starburst-snoepjes in 4 delen. Knip de wikkels doormidden en plak de mini-snoepjes weer dicht. Maak een mini-verpakking en doe de snoepjes erin. Dolly's uitdrukking is zo stormachtig dat ze wel eens zou kunnen gaan donderen. Zelfs de snoepjes vrolijken haar niet op. Maar uiteindelijk stemt ze toe om de kleine sterrensprong te proberen. Joepie, het werkte! De snoepjes hebben mijn vriendin opgebeurd. Cindy is een ervaren zoete kou. Dolly wil haar een lesje leren. Ze vertelt haar een eng verhaal over een reusachtige bounty. Er was eens een koolhydraatbezweerder. Op een dag creëerde hij een reusachtige bounty met 1001 calorieën. Deze mega-bounty viel 's nachts de zoete kouwen aan en dwong hen koolhydraten te eten. Ze smeekt om genade, maar de kokosnootvulling gaf nooit op. En nu is deze bounty naar ons huis gekomen. Ren voor je leven, Cindy! Voeg 3 ons boter toe aan 1 en 2 derde kopjes warme room. En 8 lepels suiker. Haal het van het vuur voor het kookt. Giet het mengsel bij 13 ons gerasp kokosnoot. Meng het en zet het een uur in de koelkast. Vorm een kolom van het afgekoelde mengsel. Smeer het aan alle kanten in met gesmolten chocolade. Gebruik een satéprikker om de kenmerkende chocoladerimpelingen te maken. Laat het afkoelen. Bedek dik wit papier met doorzichtige tape. Bevestig een Bounty-logo op de andere kant. Verzegel de wikkel. Plaats de afgekoelde snoepkolom erin. Sluit de wikkel en vorm de randen. Dolly zorgt snel voor de tegenstander. Blijkt dat de Mega Bounty toch niet zo eng is. Het was niet de bedoeling om iemand bang te maken. Dit is het begin van een bountyvolle vriendschap. Maar de 1001 calorieën is zeker waar. Dus Cindy kan beter niet het hele snoep in 1 keer opeten. Samantha geeft een pyjamafeestje. Ze heeft al een heleboel ideeën op internet bekeken. Nu moet ze alleen nog wachten tot haar vriendin komt opdagen. En daar is ze dan. Maar ze heeft iets extra's meegenomen. Een reusachtige Toblerone-reep. Meng 13 ons suiker, 1,5 deciliter maïssiroop en 2 lepels honing en kook het. Hou het 5 minuten aan de kook. Terwijl het mengsel kookt, klop je 2 eiwitten tot dik en luchtig schuim. Klop nu het hete zoete mengsel door de eiwitten. Voeg de amandelschilfers toe. En meng grondig. Giet het mengsel op perkamentpapier en leg er nog meer perkamentpapier op. Strijk het glad en laat het afkoelen. Snijd de noga in kleine stukjes als het klaar is. Bedek het met poedersuiker zodat de stukjes niet aan elkaar kleven. Snijd 3 stroken uit karton, 2 cm breed en 4,5 cm lang. Lijm ze in de vorm van een driehoek. Leg er een perkamentpapieren bodem in. En plaats de vorm op het perkamentpapier. Zet het in de koelkast zodat de chocolade hard wordt. Neem de papieren achterkant van een afgewerkt Toblerone stuk. En maak zo een paar stukjes. Spreid ze uit in een rij op perkamentpapier. Vouw de randen omhoog. Versterk de wanden met een kartonnen strook.
Zet het vast met plakband. En giet gesmolten chocolade in de lege ruimtes. Laat het afkoelen. Knip een patroon voor een driehoekige verpakking uit dik geel papier. Buig het. En kleef er een bedrukt Toblerone-etiket op. Lijm de verpakking aan elkaar. Wikkel de chocolade in aluminiumfolie en plaats het binnenin. Deze enorme Toblerone is de populairste gast op elk feestje. Met één stuk kan je iedereen voeden die er is. Zorg er alleen voor dat je niet te veel chocolade eet en ziek wordt. En nu is de perfecte tijd om calorieën te verbranden met hete dansjes. Zet de muziek harder. Doe de lichten uit. Al deze suiker en calorieën zijn gewoon niet goed genoeg. Welkom bij de Nachtelijke Bankclub. De meiden spelen steen, papier en schaar. De verliezer moet een jellybean eten. Oh, dat is zo'n gevaarlijk spel. Er zijn echt rare smaken. Cindy heeft pech en verliest steeds. Maar ze heeft een slimme oplossing bedacht. Verwissel de snoepjes voor een mini-versie. Snijd boomvormen uit gummibeertjes. Meng poedersuiker met water. Dompel de jellybeans in de siroop en laat ze drogen op perkamentpapier. Lamineer een uitgeprint etiket met doorzichtig plakband op de bedrukte zijde. Maak de achterkant nat met water. En wrijf het papier in het midden eraf. Lijm de verpakking aan elkaar. Leg de jellybeans erin. Nu hoeven de meisjes niet meer te snoepen van snoepjes met mysterieuze smaken. Maar ze kunnen ze zoete, kleine jellybeans proberen. Een uitstekende vervanging. En het beste is, het is een win-win situatie. Het pyjamafeestje verloopt prima. Zelfs de kussens amuseren zich. In de regen van veren vinden de vrienden een kleine Toblerone. Ik vraag me af hoe die hier terecht is gekomen. Breek de reep uit elkaar. Dompel een mes in heet water. Droog het af en snijd de toppen af. Giet gesmolten chocolade in een gelijkmatige laag op aluminiumfolie. En plaats de driehoekige toppen in een mini Toblerone vorm. Verbind de driehoeken met meer chocolade. En plaats het in de koelkast. Vouw en plak een mini pakketje. Wikkel de chocolade in folie en plaats het in de verpakking. Dit piepkleine snoepje is zo'n zoete tractatie. Deze mini Toblerone moet een geschenk zijn van enkele nachtfeeën. Dit is precies wat ons pyjamafeestje nodig had. Cindy heeft 's nachts trek in eten. Terwijl iedereen slaapt, gaat ze op zoek naar lekkers als een professionele speurneus. Joepie, iemand heeft hier snoepjes achtergelaten. Een gewone doos lijkt te klein voor Cindy. Met nachtelijke magie verandert ze de snoep in een gigantische toffiefee. Smelt de toffeesnoepjes in een magnetron. Smeer een ronde vorm in met plantaardige olie. Giet de gesmolten snoepjes erin en verdeel ze over de wanden van de vorm. Laat afkoelen. Plet de hazelnoten. Smelt wat toffeesnoepjes tot ze de consistentie van karamel hebben. Voeg de hazelnoten toe en meng. Doe het mengsel in twee kleine glazen schaaltjes. Verbind de helften en wikkel de notenbol in plastic voedselfolie. Voeg een beetje melk toe aan een gesmolten chocolade. Doe een deel van het chocolademengsel in de afgekoelde toffeevorm. Leg de hazelnootbol erin en voeg de rest van het chocolademengsel toe. Giet de gesmolten chocolade erover. Klop de bodem tegen de tafel, zodat de chocolade zich gelijkmatig verdeelt. Dat lijkt er meer op. Je kunt dit snoep niet veroveren met een vork en een mes. Je zult je tanden moeten gebruiken. Heerlijk! Waarom lijken snoepjes 's nachts zoeter? Maar Samantha let op het dieet van haar vriendin. Ze laat haar niet zoveel calorieën in één keer doorslikken en maakt het snoepje snel kleiner. Smeer een lege blisterverpakking in met goudverf. Smelt een toffeesnoepje in de magnetron. Maak het plat. Vul de hele blisterverpakking met toffees. Giet melk bij de chocolade en smelt deze in een dubbele ketel.
Verkruimel hazelnoten. Leg een stukje hazelnoot in elke holte. Giet het chocolademengsel erover. En bedek de vulling met gesmolten chocola. Plak een mini toffifee etiket op een luciferdoosje. Doe de snoepjes erin. Nu is Cindy's figuur gered. De mini toffifee zijn niet slechter dan hun grotere versies. En om haar vriendin niet in verleiding te brengen, eet Samantha zelf de reuze toffifee op. Vond je onze zoete ideeën leuk? Schrijf dan in de comments welke ideeën jij gaat uitproberen op een pyjamafeestje met vriendinnen. En vergeet niet om deze video een duimpje omhoog te geven, je te abonneren op ons kanaal en op het belletje te klikken, zodat je geen lekkere nieuwe video's mist op Troom Troom.